heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is, hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Maar ik zou u meiden willen adviseren om niet al te veel in al die conspiratietheorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9/11 niet heeft plaatsgevonden, of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, een conspiratietheorie. De heer Van Meijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik bij Ego ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand, die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alsjeblieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een nette brief is. Waarin je helaas niet alle boeken die je toestuurt krijgt van kast tot kast kunt lezen. Maar wel degene die je toestuurt een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld. Om onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is er kennelijk niet eens van bewust dat hij dit een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel, minister. So the role of businesses in the agri-food sector should be stimulated and able to create scalable solutions. And here I'd like to highlight a World Economic Forum initiative in this regard, the World Economic Forum Food Innovation Hubs. And these hubs in Africa, in Asia, in South America and in Europe will allow businesses to connect regional stakeholders to skill innovations, because this is key, skill innovations that can address food systems challenges. And here, I'm particularly proud to announce that the Netherlands will host the Global Coordinating Secretariat of the World Economic Forum Food Innovation Hubs, which will connect all other food innovation hubs. And I believe this is important, because it will be facilitated. Maar even, weet je, als je nu huizen bouwt in een stad, dat zijn ze hier aan het doen. Dat geeft natuurlijk, als je een paar weilanden leeg trekt en je zet een huizen neer, is veel makkelijker dan in een stad bouwen. Hans? They all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm.